Welkom bij nog 9 minuten. We gaan nu een oefening doen voor als je gefrustreerd bent of als je je ergert of er is een onmacht over iets. En eigenlijk hebben we dat allemaal wel een beetje. Dus deze is eigenlijk een oefening dat je zelf gaat merken dat je misschien moeite mee hebt en dan zit er waarschijnlijk wel iets van ergernis of onmacht of frustratie in je lijf. We hebben dat vaak in onze gedachten, maar we voelen niet dat dat ook in ons lijf komt. Je kunt die oefening ook doen als je zit. We gaan dan de voeten stevig in de grond plaatsen. Als je zit, kan je dit evengoed ook doen met de benen gestrekt. Je kan je gewoon in kleermaker plaatsen. Zet jezelf op een kussentje. En we gaan eerst even connecteren met onszelf om te voelen waar zit die ergernis. Misschien kunnen we echt wel gaan voelen van dit of dit voelt niet zo goed aan. We ademen in door de neus en we duwen onze buik zachtjes naar voren. En we ademen uit. Je kan het best met jezelf connecteren door de ademhaling. Adem in door de neus. En adem uit. Zo voel je meer hoe het op dit moment met jou gaat. Adem in door de neus. Schouders zijn ontspannen, je bekken is ontspannen. En adem uit. Op een volgende inademhaling brengen we onze beide armen in de lucht. Ontspannen. Dus haal die spanning uit je lijf. Misschien kan dus eventjes van links naar rechts. Even die flanken al een beetje opwarmen. En dan op een uitademhaling breng je linkerhand naar beneden. Je kan de zitting nemen van je stoel of een poot van je stoel. Als je zit, ga je gewoon je hand in de mat duwen. En op een uitademhaling ga je lichaam strekken naar de linkerzijde. Je strekt die flank uit. Zorg ervoor dat je hand en je pols in het verlengde zit van je arm. Ja? Het gaat vooral over lengte, naar boven. Denk naar boven. En adem uit. Als je wil, kan je eventueel in je rechterhand kijken. Zorg ervoor dat je rechter elleboog naar achter brengt. Dat je vooral hier de strekking voelt. Goeie, jullie. En adem uit. Doe dit heel ontspannen. Ja, haal die spanning eruit. Adem in, duw je buik naar voren. Ook je linkerarm is ontspannen. Je kan helemaal zakken, zodanig dat als je elleboog naar beneden komt. Heb je last in je rug, dan blijf je hoger. Adem in. Ik zag dus die rechter elleboog naar achter. Kan je arm helemaal uitstrekken. Adem uit. Heb je last van je nek? Dan ga je gewoon richting de mat kijken. Zorg ervoor dat je rechterzitbeentje stevig verankerd blijft in je stoel of in de mat. Adem uit. We gaan nog 2 tellen in en uit. Adem in. En adem uit. Wil je de oefening iets intenser maken? Als je zit op de grond, dan kan je nu proberen je rechterknie richting de mat te duwen. Adem opnieuw in. En adem uit. Op een volgende inademhaling kom je heel zachtjes uit de houding. Het is net alsof er iemand aan je rechterhand trekt, boven naar boven naar boven. En dan laat je je rechterarm zakken. Voel even na. Ja, leg je handen op je knieën of op je benen, je bovenbenen. Sluit eventjes de ogen en voel na wat dit met jou gedaan heeft. Dit is een strekking van de
galblaasmeridiaan. En de galblaas staat voor frustratie, onmacht. Misschien voel je op dit moment ook dat er meer ruimte gekomen is ter hoogte van je rechterflank. Ook hier weer, als je last of pijn hebt, dan kan je eventjes je lichaam uitschudden. Ja? Dat kan ook altijd heel zacht. Het is allemaal zo hard buiten ons. Andere kant te doen. Op een inademhaling breng je beide armen in de lucht. Doe dit heel bewust, heel traag. Hoe trager, hoe beter. Misschien kan je ook hier eens eventjes reiken. Links, rechts, afwisselend. Je handen in de lucht. Adem nog een keer diep in. Duw je buik zachtjes naar voren. Open die borstkas. Breng die armen zachtjes naar achter eerst. En op een uitademing plaats je rechterhand op de mat of je neemt de leuning van je stoel of een stoelpoot van je krukje en je brengt je linkerarm over. Ontspannen. Adem in, duw je buik zachtjes naar voren. Je linker elleboog trek je naar achter. Ja, open je hart, open je longen. Dit is ook heel goed voor de immuniteit te stimuleren trouwens. Je longmeridiaan wordt ook zachtjes aan opgerekt. Als je wil, kan je je elleboog plaatsen. Adem uit. Als je wil, kan je in je linkerhand kijken. Zorg ervoor dat je linker zitbeentje stevig verankerd blijft in de ruimte onder jou. Als je linker zitbeentje van de mat komt, dan zit je iets te ver. Adem uit. Adem opnieuw in. Duw ook stevig je rechterhand in de mat. Of hou stevig je stoel vast. Adem uit. Adem opnieuw in. En adem al je licht uit. Op een volgende inademing ga je zachtjes met je linkerhand de hoogte in. Iemand trekt jou helemaal omhoog via je linkerhand. En dan laat je zachtjes je linkerhand zakken. En leer na wat het met jou gedaan heeft. Misschien heb je het warm gekregen. Vurig warm. Dat is ons een emotie voor opgaan. Adem opnieuw in. Door de neus stuur je buik. Zachtjes naar voren. Als je wil, kan je hier nog een paar ademhalingen in blijven. Of je kan ook in Shavasana, in lichthouding. Helemaal ontspannen. Zorg er vooral voor dat het comfortabel is. Blijf zo lang in de houding. Als het goed voelt. We gaan nog één keer inademen. En uit. Blijf rustig liggen en ontspannen en navoelen. We plaatsen de handen in Anjali Mudra. Je hoeft dat niet te doen als je neerligt. Wel, als je zit, kan je dit doen. Een dankbetuiging dat je hier aanwezig was. Namaste.